Rupert, jij hebt een plant gevonden. Ja, dat is inderdaad helemaal juist. Want die, die was bijna helemaal dood, hè? Ja, die, die stond er zo heel lullig, verpieterd bij. Kapot en droog. Kapot en droog, nog maar één of twee blaadjes eraan. En je hebt hem mee naar huis genomen? Ik heb hem mee naar huis genomen. En je over de plant ontfermd? Ja, ik had eigenlijk zoiets van, nou weet je wat, jongen. Als niemand jou wil, dan ben ik jou wel. En dan neem ik jou mee naar huis en ga ik jou lekker maten geven. En pokon en griezel en wat het ook heten mag. Niks is mij te duur voor jou. Ja. Dat heb ik tegen die plant gezegd. Heeft de plant zijn dankbaarheid betuigd? Nee, absoluut niet. Nee? De plant is eigenlijk vanaf het begin aan begonnen eigenlijk met mij te sarren. Huh? Mij uit te lachen. Mij belachelijk te maken. En gezelschap van andere mensen. Juist als er andere mensen waren. Dan maakt, waren. Ja, als we één op één waren, was het poes lief, hè? Ja. Ja. Maar zo gauw dat dan bezoek was? Dan begon hij dus eigenlijk zeg maar te stoken. Ja. Tussen mij en bezoek. En hoe deed hij dan dus? Door jou na te doen, begreep ik? Na te doen, heel hard te lachen. Dus als ik iets zei, dan dus meteen daarna nog een keer dat zeggen. Ja. En heel raar doen met die takken en met die bladeren. En hij ook jouw bril opzetten? Ja, hij zat, ik weet niet waar hij vandaan. Maar hij had gewoon een identieke bril, had hij ergens opgeduikeld. En als ik dan dus zeg maar met vrienden binnenkwam, stond hij daar zo met zo'n smile op zijn smoel. Stond hij de plant daar zo met mijn bril op. Een hommelus was het gewoon. Dan moet je al heel erg veel pijn gedaan hebben. Dat zijn pijn gedaan. Heeft dat jouw houding ten opzichte van andere planten veranderd? Ja, in eerste instantie wel. Maar toen heb ik bedacht, ja, kijk, de ene plant is de andere niet natuurlijk. En er is één plant die zo doet. En dat is misschien heel raar, maar ik heb gedacht, nee. Dan moet ik gewoon niet zeggen dat ik alle andere planten ook zo vind. Nee. Maar ja, het gekke is dat eigenlijk sindsdien alle andere planten precies hetzelfde met mij doen. Alsof het zich rond heeft verplaatst. Ja, ja, het is blijkbaar een afspraak. Inmiddels ben je uit het huis gezet door je plant? Ja. Mijn plant heeft gezegd, op een gegeven moment kwam ik thuis van een avondje. Ja, je gaat ook wel eens wat drinken. Ik kwam thuis, stonden al mijn spullen en koffers op de stoep. Met een briefje erbij, oprotten stond erop. Dat is alles wat erop stond? Dat is alles wat erop stond. Oprotten de plant. Dat moest verschrikkelijk pijn gedaan hebben. Dat deed vreselijk pijn. Vreselijk pijn. Ik had de sloten vervangen. Ik kon er niet meer in ook. Je kon er niet meer in? Ik kon er niet meer in. Hij had de sloten vervangen. Hij had de sloten vervangen. En stond bij het raam, stond hij lachend te zwaaien. Met jouw bril op? Met mijn bril op. Een identieke bril. Ik weet niet waar hij hem vandaan had. Het was een identieke bril. Echt waar. Zelfde sterkte glazen. Zelfde sterkte glazen had hij ook nog. En hij stond, ik probeerde met die koffers weg te komen, maar het waren ontzettend veel spullen natuurlijk. Terwijl hij telefoneert nog steeds op jouw naam, hè? Ja, alle rekeningen stuurt hij naar mij toe. En die moet jij dan betalen? Ja, die moet ik betalen, want ik hoef dus niet aan te komen bij het GMB en te zeggen van luister, dat is een plant die daarin. Lachen ze me stralen uit, zei je ook al. Die lachen hem ook stralen uit. En zo gaat het overal, bij de PTT, bij de GMB. Met de huisbaas. Dus ik zit eigenlijk... Ja, want ik heb begrepen dat zo gauw er dan mensen jouw huis binnenkomen of aanbellen. Dan is het vermoorde onschuld. De vermoorde onschuld. Staat die dood stil in een hoekje in een dood gewone plantenwezen. En dan zeg ik, ja, deze. En zeg ik, die hebt een bril op. En dan zeggen die mensen, oh, wat bril? Wel, ik zie nergens geen bril. Dan kan ik die bril ook niet vinden, hè. Dan heeft hij hem verstopt in de poort aan. Ja, weet ik het. Weet ik waar hij dat ding laat. Maar ze hebben nog niet koude kont gekeerd of die bril die staat erop. Ja, en dat is vreselijk, hoor. Afschuwelijk zijn. Ja, dat is afschuwelijk, ja. Zijn er nou plannen? Ik heb geen idee, want ik leef dus nu op straat. Hmm. En die planten is blijkbaar een grote complot of zoiets. Eigenlijk de plant heeft eigenlijk jouw plaats ingenomen. Jij hebt eigenlijk de plaats van de plant ingenomen. Ja, zo komt het eigenlijk op neer. Alleen de plant accepteren mij niet. Want als ik dan inderdaad tussen de struiken ga staan in het Vondelpark. Want ik denk ook, ja, ik moet ook iets. Dan word ik daar door die struiken er ook uitgeschopt. Ja? Ja, die moet ook niks van me hebben. Wat is dat toch? Ja, die hebben allemaal zo'n bril op. Echt waar? Ik weet niet waar ze vandaan hadden. Identieke bril. Het hele Vondelpark. Op het moment dat jij een nieuwe bril gaat kopen en je komt er volgende dag terug? Waar hebben ze er ook zo in? Maakt ze niks uit. Ongelooflijk. Ja, nee, die kijken niet helemaal klein, joh. Nou, ik wens je ontzettend veel sterkte. Ja, ik ook. En als er weer ontwikkelingen zijn, dan hoop je graag nog een keer terug te zien. Nou, dan kom ik ook zeker terug.